Ondertussen heeft COVID-19 de hele wereld al meer dan 6 maanden in zijn greep. De maatregelen die de overheid neemt om het virus in te dammen en te overwinnen, hebben veel invloed op ons dagelijks leven. Ook voor Brussels Jazz Orchestra is de impact van COVID-19 groot. Al onze activiteiten, zowel op het podium als in de repetitieruimte, liggen sinds maart stil. Sommige concerten werden uitgesteld naar 2021, maar andere werden simpelweg geannuleerd. De overheid legde een hele set maatregelen op aan de cultuursector. Er zijn maatregelen uitgewerkt voor het publiek, maar ook voor de muzici. Voor blazers werkte men heel specifieke regels uit. Er werden afstandsregels opgelegd die het voor BGO haast onmogelijk maken om te kunnen functioneren als een live orkest. Blazers moeten 2 meter van elkaar zitten en de andere muzici 1,5 meter, wat dus een gigantische podiumoppervlakte tot gevolg heeft. De podia waar we dit jaar uitgenodigd waren, zijn te klein om BGO in een coronaproefopstelling te kunnen ontvangen. Organisatoren kregen daarbovenop beperkingen opgelegd qua zaalbezetting die ervoor zorgen dat een concert met een groter ensemble zoals BGO niet rendabel is. Wat gaan we dan wel doen? We zullen dit najaar in een van de grootste muziekstudio's van het land, volledig coronaproof, 3 studio-opnames maken. Zo zorgen we voor continuïteit voor het orkest en voor onze muzici. En kunnen we jullie regelmatig verrassen met nieuw BGO-materiaal. En daarnaast hebben we dit najaar ook enkele spannende online projecten in petto. En last but not least hopen we dat de overheidsmaatregelen zodanig versoepelen dat we jullie dit najaar toch nog live in een concertzaal kunnen ontmoeten. Want recent Duits onderzoek wees uit dat de afstandsregels van 2 meter en 1,5 meter in alle veiligheid kunnen verkleind worden naar 1,5 en 1 meter. We hopen dat deze nieuwe bevindingen snel hun weg in ons land vinden, want elke gewonnen centimeter opent nieuwe podia voor ons en voor zoveel anderen. Redenen genoeg om ons te volgen op onze social media. COVID-19 is voor de hele wereld een geweldige harde noot om te kraken. En we hopen jullie allen zo snel als mogelijk terug te kunnen zien in een concertzaal of in een club of op een festival, want dat zijn de plaatsen waar BGO echt hoort te zijn. Blijf gezond, wees sterk en tot snel!